Wij piraten, wij geloven dat de democratie een zaak is van de burgers en niet van de overheid en van multinationals zoals nu het geval is. En daarom willen wij alle burgers oproepen om samen de macht weer in eigen handen te nemen. Geloof in je eigen kracht. Zij die ons makkelijke en kant-en-klare oplossingen aanbieden, die vertrouwen wij niet. Wij geloven in onszelf en in onze gemeenschappelijke kracht. Je blote lichaam uitspelen in de campagne. Als de Belgische premier dat mag, dan mag ook de kleinste partij van het land dat. En dan mag die ook meesurfen op die campagnetruc. Maar wie zijn eigenlijk die piraten en willen ze wel een echte partij worden? Ik vraag het aan woordvoerster en lijsttrekster Sarah Van Liefferinge. Sarah, tussen alle verkiezingsgeweld door viel de voorbije weken ook wel. De naam van jou, van jullie partij, heeft natuurlijk ook alles te maken met die bevallige ontblote rug die we zagen. Op dit moment zijn jullie wel een heel kleine partij. Ja, en wij zijn daar niet beschaamd over. Nee. We willen tijd nemen om te groeien en om van onderuit een nieuwe beweging op te starten die tegen een aantal zaken ingaat, het status quo dat wij nu zien. Ik denk als je dat te snel doet, dat je toch op een bepaald moment op je bek gaat. Dus wij gaan liever klein beginnen. Ja. Heb je een idee hoeveel leden tellen jullie nu op dit moment ongeveer? Officieel hebben wij een 250-tal leden, maar wij zijn niet zo bezig met mensen herinneren dat ze een partijlidkaart moeten vernieuwen of zo. Het gaat ook niet over een partijlidkaart hebben, een piraatzijde, omdat je het voelt in je hart en niet omdat je de juiste kaart in je zakken draagt. Ja, want, er zijn veel meer piraten dan die 250. Ja, dan dat er leden zijn. Want jullie bestaan sinds? In België sinds 2009. En nu komen jullie overal op in? In Vlaanderen hebben wij in elke provincie minstens 1 lijst, Vlaams of federaal. Ja, maar Europa, dat is niet gelukt. Nee, hè? Dat was net de bureaucratische drempel. Ja. Te hoog gegrepen. Er zijn heel veel drempels ingebouwd door de gevestigde partijen om die kleintjes net uit de markt te houden. Dus ja. Ja, ik zie Mark knikken. Ja. Ja, absoluut. Drempels zouden eigenlijk weg moeten? Voor mijn part mag dat gerust weg. Die zijn ooit nog ingevoerd onder Paars Groen, denk ik. En ik herinner me dat bijzonder goed. Agalef toen zat toen nog mee in de regering, heeft dat mee goedgekeurd. Bij de volgende verkiezing sneuvelden ze zelf onder de kiesdrempel die ze zelf hadden goedgekeurd en ze zaten niet in het parlement. Dus 5% halen, dat is inderdaad een hele hoge drempel. Ik neem maar Antwerpen. Daar zou je theoretisch makkelijk met 33 zetels 3 à 4% al een eerste zetel hebben. En dus nee, je moet er 5% halen. Dus dat wordt een moeilijk. Oké. Sarah, laten we meteen eens de vraag stellen. Waarom zou ik stemmen op de Piratenpartij? Wie willen we eigenlijk bereiken? Mensen die niet meer tevreden zijn met het status quo dat ze zien. Mensen die geloven dat we op economisch en ecologisch vlak eigenlijk nergens naartoe gaan. Die dat beseffen en die ook weten dat het politieke systeem zoals we dat nu kennen die veranderingen er niet gaat brengen die nodig zijn. Mensen die geloven in zichzelf, in gemeenschapsgevoel, in het feit dat we dat als burgers zelf in eigen handen moeten nemen, zelf de parlementaire agenda moeten bepalen. Kan je dan eigenlijk zeggen dat jullie eerder een beweging zijn, maar eigenlijk niet echt een partij willen worden? Wij hebben zeker... Ja, tuurlijk willen wij een beweging zijn. Wij willen onze ideologie en onze ideeën zoveel mogelijk verspreiden. En wij geloven ook dat het draagvlak ongelooflijk groot is. Maar wij geloven ook dat we in dat parlement moeten binnengeraken om daadwerkelijk iets te veranderen. Dus wij gaan de boel gewoon hacken. Wij geloven dat het zonder die politieke macht... het same old, hetzelfde verhaaltje, blijft. Ja. Ik hoor... Heel wat, zoals het evolueert, komt voort uit een verontwaardiging tegenover het systeem zoals het nu is. Nu, een van jullie speerpunten of van de Piratenpartij in Europa is wel absolute vrijheid van het internet. Ik weet dat een van mijn zonen jaren geleden al zwoer bij de Piratenpartij omwille van die internetvrijheid. Ja. Maar heeft die internetvrijheid ook net niet heel veel miserie meegebracht? Mensen voelen zich misschien hoe langer hoe minder vrij. We worden overal bespioneerd. Ja, maar dat enzovoort. Is net het punt. Dus ja? De Piratenpartij, de naam Piraten komt ook van internet. Piraten natuurlijk, wij strijden voor een vrij en een open internet. Waarom? Omdat we hebben een digitale revolutie meegemaakt en wij zitten nog met systemen en wetgeving van voor die digitale revolutie. En op alle mogelijke vlakken wringt dat. Een vrij en open internet. Wij merken dat wij gecontroleerd worden, gemonitord worden. Onze mailverkeer wordt opgeslagen. Steeds meer krijgen multinationals en grote spelers eigenlijk onze gegevens om ons commerciële aanbiedingen toe te sturen, om ons te doen consumeren. Wij geloven in een gedecentraliseerd, vrij en open internet dat kan gebruikt worden om wetenschap en cultuur zoveel mogelijk te delen. En wij zien net het tegenovergestelde gebeuren. Dus ja, wij gaan de strijd ten volle aan. Ja. Peter, zou jij kunnen stemmen voor de Piratenpartij? Direct. Ja, ja. Kijk, dat is al... Ja. En ik was al bij vanavond. Ja, nee. Dat ontstaat niet toevallig, volgens mij. Ik bedoel, dat is al langer bezig. Niet, jullie partij ken ik niet, maar wel die een onderstroom van misnoegden, maar zonder het woord te negatief bekijken, maar wel ontevreden jonge mensen vooral dan, die weten dat er van alles mogelijk is en die de kans niet krijgen om dat te uiten. En als ze dan zeker zo'n hartje in dat vlaggetje zetten... Ja, dus wij willen ook ingaan tegen die cultuur van angst die ons opgedrongen wordt. Wij willen hoopvol, liefdevol en optimistisch naar de toekomst kijken en graag verder dan de volgende verkiezingen. Misschien op 20 en een termijn van 30 jaar. Absoluut. In plaats van altijd maar die kleine spelletjes tussen zij en wij. En, ja, nee, dus... De campagne is op. We gaan kaap de verkiezingen. We gaan het doen. Nee. Ik ben natuurlijk gebiased. Ik zou wel eens willen weten wat u denkt over de gezondheidszorg en hoe dat we die eigenlijk zullen organiseren. Ook in het licht van de vergrijzing waar we daar straks over spraken. En aan de andere kant ben ik een beetje bevreesd dat door al die kleinere splintergroepen of bewegingen dat eigenlijk een valabel potentieel verloren gaat. En dus, want ze snoepen elkaar stemmen af, zodanig dat ze de kiesdrempel misschien nooit maar zullen halen. Maar dat is wel een terechte vraag die ik hier hoor. Wat doe je met echt grote problemen, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg, vergrijzing enzovoort? Wel, eerst en vooral denk ik dat we in een economisch systeem zitten dat onszelf en onze planeet leegzuigt, waardoor heel veel mensen ziek worden, zowel mentaal als fysiek. Steeds meer Belgen worden depressief, nemen al meer pillen, slaapmiddelen. Het lijkt mij dan ook goed om naar de onderliggende basis te kijken en iets te doen aan dat probleem dat mensen zich of te pletter werken of gezien worden als loser omdat ze geen werk hebben. Dus wat wij eigenlijk voorstellen is een basisinkomen. Wij weten dat dat niet van de ene dag op de andere kan ingevoerd worden, maar wij denken dat heel ons systeem van uitkeringen en van mensen helpen als ze in een negatieve context zitten, kan omgedraaid worden. En dat we met dat basisinkomen mensen kunnen emanciperen en de ruimte geven om hun leven zelf in de handen te nemen en in te richten. Er zullen minder de experimenten met basisinkomen die er geweest zijn tonen dat er mensen minder naar de dokter gaan, dat ze zich beter en gelukkiger voelen. Ja, Sarah, als ik jou zo hoor, die dingen hoor je ook bij Groen, bij Rood, bij andere partijen. Waar zou je jezelf dan positioneren? Wat zijn jullie? Ja, niet rechts. Wel, dat is duidelijk. Eerst en vooral, ik hoor het daar wel, maar ik zie het niet altijd gebeuren. En ten tweede, wij willen voorbij links en rechts. Wij denken dat heel dat steekspelletje de boel verlamt en polariseert. Wij willen dus jullie zetten je zuilen... niet ergens Wel, ik ken piraten die zichzelf links noemen, ik ken piraten die zichzelf rechts noemen, ik ken piraten die zichzelf centrum noemen, die zich libertair of liberaal noemen. Ja, voor ons maakt dat niet uit. Een goed idee is een goed idee. Uit welke hoek het ook komt. Ja, dus misschien is het tijd om los te komen van die particratie en van uw stem weg te geven aan een partij en vanzelf uw kracht in eigen handen te nemen en zeggen van op vlak van gezondheidszorg is dat mijn standpunt, op vlak van mobiliteit vind ik dit, op vlak van migratie is dat mijn standpunt. Ja. En dan hoef je niet in één kotje te gaan zitten, dan kun je gewoon... Okay. Mark, is dit een talentje soort, naast mij, denk ik. Ja, of een soort burgerbeweging, zoals we het daarnet hadden. De kracht van mensen zoals je bij Ringland zag, die iets weet ik niet, misschien wel een beetje, maar dan hebben die bijvoorbeeld... Bij Ringland is er dan iets heel concreets. Het probleem misschien bij jullie is dat het wat abstract is. Maar Ik vind dat wel heel mooie initiatieven. Ik vind het altijd bemoedigend dat jonge mensen zeggen... kom, we gaan tegen die oude politieke klasse eens stevig tegenaan gaan. We gaan proberen daar vernieuwing in te brengen. Wat animo, dat is altijd heel mooi. En ik vind dat heel oprecht. En de geschiedenis leert ook, soms lukt dat helemaal niet, helaas. Ik geloof deze eerste keer niet echt dat jullie het gaan halen, maar hou vol. En dan lukt het misschien wel een keer meer. Hoor ik hier al twee stemmen aan de tafel? Het enige nadeel, denk ik, dat is dat je toch wel... Je laveert er handig omheen, niet links, niet rechts enzovoort. Maar dat je wel bijvoorbeeld een zware concurrent kan zijn in Antwerpen voor bijvoorbeeld PvdA. Omdat jullie natuurlijk die grote partijen bezetten al een groot terrein. Blijft er dus niet veel marge meer over. Daar zitten dan al een paar concurrenten. Dus bijvoorbeeld zouden jullie wel eens kunnen voor effect hebben door op te komen in Antwerpen dat PvdA net de kiesdrempel niet haalt, omdat een deel van die kiezers naar jullie gaan en niet voor PvdA stemmen. En dat zijn eigenlijk wel interessante... Ja, maar mensen moeten stemmen vanuit hun hart en vanuit hun geloof en niet vanuit de strategische gaan we voor het PS of het N-VA-model en oei, ik ben bang, dus ik zal maar... Maar de kiezer gaat natuurlijk moeten denken, ga ik nu, als ik op een nieuwe partij wil stemmen, PvdA stemmen of voor jou stemmen? En als ik dan eens goed kijk naar Peter Mertens en naar u, dan denk ik, ja, dan ga ik toch maar voor u kiezen, denk ik. Ja, en dan is Peter Mertens geen... wel die stemmen kwijt. Vanuit het hart, hè. Ja. Dat zullen ze daar bij de PvdA vandaag niet graag horen, Peter. De regeringsvorming vorige keer. Ellenlang en aardsmoeilijk en... 540 dagen. Tot walging gedreven waren we allemaal. Dat ik mezelf toen heb voorgenomen, plechtig, ik ga niet meer stemmen. Zo erg. Ik ga niet meer stemmen. Of ik stem ongeldig. Maar dit is een stem waar ik positief kan achterstaan. Dat is de enige stem waar ik positief kon achterstaan toen. Tussen 2 jaar. Ja. En dan komt die campagne dichterbij, zitten we er midden en denk van, goh, ja, moet ik niet, zou ik niet beter... En wat is het beste? En je leest zoveel. Negatief vooral angst, want angst lijmt en angst hoeft verkopen. Stemmen vooral. Dan denk ik van, je kunt beter uw stem geven aan een positief project. Een nieuw project, waar dat een groot... Allee, ik ken het programma nog niet, hoor. Ik moet wel even, dat zou wel een voordeel zijn. Ja, absoluut. Nee, maar ik vind, ik vind de instigatie is zo belangrijk. Zeker dat vanuit binnenuit vertrekt. Oké, nog een laatste vraag. Het is een moeilijke, ik weet het, Sarah, of toch niet. Wat verwacht je zelf nu... Voor de nabije toekomst? Voor de nabije toekomst. We gaan naar de verkiezingen. We gaan ons 1000% smijten. We gaan zoveel mogelijk mensen proberen overtuigen. Wij zijn realistisch. We weten dat we de kiesdrempel misschien niet halen. Misschien wel, wie weet. Er kunnen altijd mirakels gebeuren. Het feit is, het stopt niet na deze verkiezingen. Het begint pas daarna. We willen echt een brede burgerbeweging uitbouwen. Op lange termijn. Ja, heel veel mensen die geloven dat het anders en beter kan. Oké. Huppa. Sarah Van Liefferinge, hartelijk bedankt voor dit gesprek. En ik bedank natuurlijk ook mijn andere gasten. Mark Bogaarts, Peter Bernaerts en Mark van der Loverbos. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En ik kan u al meegeven, ook dan weer met een heel fijne tafel. Onder meer Jane Goodall komt en Sergio Herman. Tot morgen. Dag.